Goedemiddag allemaal. Welkom weer bij een nieuwe live-uitzending. Vanmiddag gaan we gezellig aan de slag met een Dutch Doobadoo kit. Ik ga eventjes alles klaarzetten en dan gaan we zo meteen van start. Kunnen jullie mij nog eventjes allemaal opzoeken? Zo, even deze delen. Kijken of ik mijzelf kan vinden. Dat is ook altijd wel heel erg fijn. Dat je toch even kan zien wat je allemaal aan het doen bent. Zo, volgens mij heb ik mezelf ook gevonden. Dat was eventjes nog haasje repje. Ik had eigenlijk gezegd dat ik de live vanuit de winkel zou gaan doen. Maar dat werd allemaal even wat anders. En mijn schoonmaakster die gaat net de deur uit. Dus er was even een beetje stressie van lukt alles, krijgt alles op tijd rond. Maar we zitten... Even een bakje koffie erbij. Wacht ik totdat jullie mij allemaal gevonden hebben. En dan gaan we van start. Vanmiddag wil ik dus een leuk winterskaartje gaan maken. Met een nieuwe knippen en plakken kit van Jaap. En daarin zit onder andere een hele mooie basismal. En die basismal die wilde ik vanmiddag gaan gebruiken. Nou, deze basismal kun je ontzettend veel verschillende dingen mee doen. Wij gaan er vanmiddag een leuk vouwkaartje mee maken. In een leuk winterthema. In de knippen en plakken kit zit ook deze I Love Winter tekst. Dat is ook een malletje. En daarin zit ook deze paddenstoel. Ook die kan je weer ontzettend leuk hierbij combineren. En die zou je ook eventueel nog op deze mal weer kunnen verwerken. Dan zit er in de kit zit ook een stempel van Cozy Winter Vibes. En dat is een stempeltje met rubber. En die plakt dus niet standaard vast op je acrylblok. Ik heb er zelf een paar stipjes van deze Tackit over en over glue op gedaan. Dat is een niet permanente lijm. En dan kan ik hem straks even op mijn acrylblok plakken. En dan kan ik ermee aan de slag. De basiskaart, die mal, kun je helaas niet loskopen. Die is alleen verkrijgbaar in deze kit. In die kit zitten ook plaatjes om uit te knippen. Even kijken. Moet ik even kijken of ik die zo nog kan vinden. Ik heb hem namelijk niet meer compleet. Maar er zitten onder andere van deze... achtergrondplaatjes bij. Deze hou ik even apart, want misschien dat we die zo meteen nog gaan gebruiken. En deze ook even, dus die pak ik ook eventjes erbij. Want anders dan vergeet ik het straks misschien weer. Die leg ik even in het zicht. Nou, ik heb al van allerlei plaatjes uitgeknipt. Ze zijn ook als losse die-cut-plaatjes verkrijgbaar. Papier heb ik ook al het een en ander van geknipt. Nou, ik laat nog even kort een klein beetje zien wat er onder andere in zit. Mooi rood en die. Nou, dit is dus dat achtergrondpapier met de bomen. We hebben met sterretjes en sneeuwvalletjes. Het zit er allemaal twee keer in. Drie keer, sorry. Je kan ook met mooi rood papier erbij doen. Even kijken, hier heb ik het allemaal nog een keer. Dus dit zit in principe in die kit. Het papier is ook los verkrijgbaar. Dus het papier is wel los verkrijgbaar, maar het, de malletjes niet. Nou, ik ga er niet een al te moeilijke kaart mee maken. Ik heb een paar plaatjes. Welke ik precies op mijn kaart ga gebruiken, weet ik nog niet. Die zijn in ieder geval alvast uitgeknipt. Die leg ik ook even apart. Deze twee mallen ga ik vanmiddag niet gebruiken. Ik ga vanmiddag een klein beetje mixed media erbij doen. Ik heb dus deze basismal gebruikt. Die heb ik uit wit kaartkarton en dat heb ik nagetekend. Dus gewoon de hele mal heb ik nagetekend. En ik heb deze
precies op de helft heb ik die weer gevouwen. Dus ik ga er een openklapkaartje van maken. Ik ga hem gewoon zo neerzetten. Je kan er ook voor kiezen om bijvoorbeeld deze dan nog weer met een strikje vast te gaan maken. Je kan hier een cirkelmal weer op gaan doen. Er zijn nog heel veel extra mogelijkheden mee. Maar dat ga ik dus vanmiddag niet doen. Vanmiddag wordt het gewoon niet al te moeilijk. Ik pak er even nog een peperdistresse bij. Ik heb nu dus gewoon wit kaartkarton gepakt. Dat ga ik nog even een beetje ruw maken. Nou, ik vind dit ook altijd ideaal, want er zijn heel veel mensen die moeite hebben met het netjes knippen van dit soort mallen. Nou, als je dan met een peperdistresse er langs gaat, dan heb je het gelijk weer een beetje netjes verwerkt. Dus even met de peperdistresser langs de randjes. Even kijken, hij komt zo, dus deze vouw wil ik even zo doen. Je kan natuurlijk ook nog zeggen van ik ga aan deze kant ook nog weer zo'n flap erbij aanmaken, weet je. Je kan er allerlei mogelijkheden nog mee doen. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb het mooie papier. Ik vond dit papier gewoon zo ontzettend leuk met die bomen. Ik denk, daar hoeft verder niet eens zo keiveel meer bij. Dus die heb ik gewoon nagetekend. Die gaat daar komen. En ik heb nog een keer dat papier ook gedaan. Heb ik gewoon dubbel gevouwen en doormidden gesneden. Want je hebt natuurlijk een klein stukje speling. Als jij hem gewoon helemaal in zijn geheel en je snijdt hem daar exact op de helft, dan kom je met je matlaagje niet helemaal mooi uit. Dus ik heb net, ik heb hem gewoon echt dubbel gevouwen. En ja, hoe zal ik het zeggen, ongeveer een millimeter naast die vouwlijn heb ik hem doormidden gesneden. Oh, Linda heeft een bakje koffie erbij gepakt. Goed dat je het zegt, want dan ga ik even mijn laatste slokje koffie nog doen. Want die zat er al ietsjes langer in en dan is het anders straks helemaal koud. Nou, ik wil dit een klein beetje nog naar eigen idee gaan maken. Wat heb ik ook gedaan? Dutch Doobadoo heeft ook van die hele leuke houtjes. En die zitten in een zakje. En daar zitten allerlei verschillende soorten in. Daar kan je zelf van die hekjes mee maken. Er zitten rechte houtjes in. Je kan er op deze manier verschillende maten hekjes van maken. Ik heb dus een hekje met die leuke hartjes gemaakt. Die wil ik ergens op kwijt. En ik heb zo'n soort wegwijzertje gemaakt. Dus je kunt daar zelf leuke dingen mee doen. Die heb ik ook al gelinkt in de webwinkel. Dus die kan je ook terugvinden. Wat wilde ik dan nog meer doen? Ik wilde wat sneeuwpopjes erop doen. Ik had gedacht om deze dan daar neer te zetten. Die daarachter. Die wegwijzer komt daar en dan komt er nog sneeuw weer onder de sneeuwpopjes ook. Er kan hier misschien nog zo'n stukje groen bij. En dan denk ik dat we straks ook nog even kijken of ik ergens wat kerstballetjes heb van een of ander merk om uit te knippen. Ik wilde bij deze nog een touwtje gaan maken en iets dergelijks. En de tekst wilde ik er ook op gaan stempelen. Nou, omdat ik die tekst wil ik even kijken hoe die uit gaat pakken. Dat is de eerste keer dat ik die stempel, dus dat moet ik ook even proberen. En dan ga ik hem vaak eerst even op een proefpapiertje stempelen. En ik denk als dat ik daarvoor de kleur Balmy Night ga pakken.
Even kijken, dat kan ik wel even op de achterkant van deze stempelen. Kijk, dat kleurtje dat past er wel ontzettend goed bij. Nou, die wil ik dus... Of gaan we die... Nee, die ga ik toch bij deze hier in het midden stempelen. Dus de kleur Balmy Night van Dilutions gebruik ik erbij. Dat is een Ranger inkt, een archival inkt. Dus een watervaste inkt. Even kijken, tekst zit zo recht. Kijk, jullie zien, ik kan nu dus gewoon met deze rubberstempel heel goed stempelen. Omdat ik hem nu dus gewoon op mijn acrylblokje heb gedaan. En ik had die non-permanente, die tag it over en over. Dus hij kan er nu af. Dit blijft gewoon kleverig. Ik kan hem er zo weer op doen en ik kan weer gaan stempelen. Dus dat is gewoon ideaal. Zo neemt het ook iets minder ruimte in beslag. Dan wil ik mijn achtergrond nog een beetje naar eigen, eigen stijl en eigen kleurtjes. En in principe, ik had een andere kleur inkt gepakt. Maar met deze kunnen we ook wel gewoon gaan blenden. En ik denk dat we dat maar gewoon gaan doen. Kijk, ik had deze erbij gepakt. De Night Sky. Maar ik denk dat die toch in verhouding iets te blauw is. Dus ik ga gewoon met die Balmy Night aan de slag. Dan moet ik alleen even een dabbertje erbij pakken. Nou, dit is gewoon een beetje een favoriet kleurtje van mij aan het worden. Ik vind die gewoon zo leuk. Ik ga een klein beetje eerste randjes even aanzetten met de inkt. Dan gaan we er straks met een mask stencil gaan we er nog eventjes wat ijskristallen ook op maken. En dan gaan we nog met structuurpasta gaan we sneeuwval erop maken. Oh, dit kleurtje past er wel ontzettend goed bij. Het is gewoon een beetje, ja, grijsblauw, zeg maar. Nou, ik ga dat niet overal doen. Gewoon her en der een beetje. Ik vind het leuk om het papier toch nog weer een klein beetje naar eigen stijl te maken. Dan gaan we hier een klein beetje op het hoekje. Daar nog een beetje. Wij hebben in de JMA-collectie de stempels vast met een plakstift. Dat ging ook goed. Oh ja, dat kan ook. Ja, je kunt het overal meedoen. Dit is een mask stencil van vorig jaar uit de JMA-collectie. Uit de Vintage Christmas-collectie. Kijk, er komt een mooi ijskristalletje daar. Dat gaan we ook hier doen. En hier een stukje. Ja, weet je, er zijn heel veel wegen naar Rome hoe je dingen vast kunt maken. Je kan ook op je acrylblok, kan je ook bijvoorbeeld een stukje tack and peel doen. Dat is ook van dat speciale... Ja, speciale spul. Daar blijf je stempeltje dan ook op kleven. Dus ja, weet je, er zijn zoveel mogelijkheden. We kunnen dan natuurlijk met diezelfde kleur ook wel gelijk een beetje gaan stempelen. Ook dat is een stempel uit de Vintage Christmas collectie. En ja, Silent Night. Ik vind het altijd leuk om iets van script of iets dergelijks ook nog weer op de achtergrond te doen. Kan ook gewoon hier weer overheen. Ik wil niet te veel
Maar gewoon net even wat leuke kleine extra accentjes. Ik weet niet of jullie je al hebben opgegeven voor morgen voor de workshopdag. Het belooft weer een hele leuke workshopdag te worden. Mijn project is iets groter geworden dan de bedoeling was. Of tenminste, het project zelf is prima te doen. Alleen ik heb hem zelf qua decoratie ben ik weer een beetje over de top gegaan. Maar ja, goed. Bij het project wat ik morgen ga maken, zal ik denk ik de afwerking ietsjes minder doen. Want ik red het niet om nog een creatie zo uitgebreid te pimpen. Want ik zit natuurlijk ook weer met presentatie van mijn kerstcollectie voor volgende week. Kijk, er komen nog wat takjes op. Oeh, dit gaat ook leuk worden. Er komen straks nog een paar andere takjes weer bij. Nou, dit kleurtje. Ja, hij is helaas niet los verkrijgbaar. Alleen maar in een setje. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar ook de andere kleuren uit dit setje zijn volgens mij wel ontzettend leuk. Ja, klopt. Iedereen doet op zijn eigen manier aankleden. En ik heb mijn project zo gemaakt dat het of heel eenvoudig kan, of uitgebreid het project zelf. De basis, zeg maar, is gewoon ook heel toegankelijk voor afbeeldingen. Ja, van die grotere afbeeldingen, zeg maar. Je hebt heel vaak van die mooie paperpads met mooie grote afbeeldingen. En dat, ja, vind ik toch altijd wel leuk als je daar weer wat, ja, dat je dat wel goed tot z'n recht laat komen, zeg maar. Oh, dankjewel Linda dat je ook spulletjes hebt opgestuurd van de collectie. Ik heb dinsdagmiddag de presentatie in de groep van Studio Light. Dus dan gaan we de festief nostalgia collectie laten zien. Zo. Nou, ik merk wel aan mezelf dat ik volgens mij iets minder spraakwater heb dan normaal. Maar dat komt omdat ik heel beroerd heb geslapen. Gisteren een beetje de fout ingegaan door laat nog bezig te gaan met werk. En een online meeting met iemand. En dat zakelijke bespreking. En dat zorgde voor een nachtje niet slapen. En tussenmiddag niet kunnen rusten. Want de schoonmaakster kwam. En dan is het gewoon al met al dat je soms denkt van oké. Maar goed, we gaan er gewoon even nog een leuk kaartje van maken. Kijk eens. Oh, dit gaat helemaal leuk worden. We gaan er nog sneeuw op doen. Voor de sneeuw ga ik ook weer dat leuke mask stencil van JMA gebruiken. En daar zitten ook van die leuke snow dots op. Nou, omdat ik voor mezelf even voor de safe wil gaan. En ik bang ben dat ik vanmiddag anders de boel te veel ondersmeer. Ga ik toch eventjes wat gedeeltes afplakken. Kijk, dan kan ik ietsjes royaler gaan werken. De modeling paste van PentArt ga ik deze keer gebruiken. Maar in principe, je kan allerlei soorten pasta's gebruiken. Je kan structuurpasta gebruiken. Volgens mij heb ik de structuurpasta ook gelinkt, maar het maakt niks uit. Ik heb de spatel van Art by Marlene. Modeling paste hebben wij in een light paste en in een de gewone pasta. Nou, light paste die is nog net iets lichter qua gewicht, zeg maar. Ze zijn beide gewoon fijn om te gebruiken.
Kijk, zie je mooi wat sneeuwval. Dat kan hier bovenaan ook nog een heel klein beetje. Daar nog een beetje sneeuw. Nou, onderaan gaan we straks ook nog wat sneeuw maken. Op deze moet uiteraard ook nog sneeuw. Het voordeel van deze pot van PentArt vind ik dat ik er met deze spatel in kan. Dat kan in die structuurpasta van Studio Light weer niet. Dus ja, maakt op zich ook niet zo heel veel uit. Maar ik vind deze spatel altijd wel fijn, zo'n siliconen spatel. Kijk, daar nog een beetje sneeuw. En dan gaan we bij deze ook nog een beetje sneeuw doen. Zo, meer dan genoeg. Kijk toch eens. Dan ga ik deze eventjes schoonmaken, omdat ik anders straks veel te lang aan het poetsen ben. Zo. Grootste gedeelte is trouw weer af. Wat gaan we doen? Gaan we nog meer stempelen? Of gaan we het zo laten? Ik denk dat we het gewoon maar zo laten. Of hier langs de zijkant nog een heel klein beetje. Dan moet ik even kijken of ik daar een leuk stempeltje dan voor heb. Nou, dan kunnen nog wel een paar ijskristalletjes er langs stempelen. Niet te veel. Dan heel misschien dat ik straks nog wat groene besjes. Groene besjes voor mij is. Wat rode besjes, maar ik weet niet zeker of het leuk is. Gaan we straks nog bedenken. In principe wil ik deze gewoon niet te moeilijk maken. Deze ook nog een paar kleine kristalletjes. Ik vind het toch altijd wel leuk. Daar komt er een. En daar. Nou, hartstikke idee. Heel mooi. Genoeg, zeggen ze dan. Dan ga ik nog een beetje met wit spetteren. Ik pak mijn Drop of Snow er weer bij. Dat is die leuke, dure prut. Ik heb het dus, ik gebruik het maar. Maar heb je het niet, je kan het ook gewoon met je Posca pen doen. Het kan eigenlijk overal wel mee. Ik vind het voordeel van deze is dat hij gewoon echt heel mooi dekkend wit is. Een beetje sneeuwdots erop. Op deze wat snowdots. En uiteraard op deze ook. Nou, dan kunnen we zo al beginnen met de opbouw. En dat is ook niet zo heel erg moeilijk. Zo heel veel plaatjes komen er niet eens op. Dus we zijn alweer een mooi begin. Mooi eind. Sorry. Het is niet een mooi begin. We zijn al mooi op weg. We gaan een beetje lijm erbij pakken. We beginnen gewoon met deze vast te plakken. Wat maakt het uit welke volgorde, hè? Beetje lijm erop. Zorgen dat ik niet mijn witte sneeuw allemaal plat ga duwen. Deze komt daar. Gaan we deze aan de andere kant doen. Nou, daar hadden we dus lekker de cozy winter vibes op de achtergrond gestempeld. Om even te testen. Maar het ziet er wel leuk uit.
Dus daar hadden we ook nog wel een designpapiertje van kunnen maken. Wie weet dat we dat een volgende keer nog wel doen. Ik heb er nu een witte onderkaart onder. Maar je kan natuurlijk ook gaan voor een mooie groenige of iets dergelijks. Een beetje groen-blauw. Maar ja, dit is niet echt helemaal blauw-blauw. Maar meer een beetje, ja. Echt een beetje dat grijs-blauwige. Grijs-groen-blauw, geen idee. Deze komt aan die kant. En dan hebben we straks een mooi tafereeltje. Kijk, zo krijg je papier toch wel net een beetje een eigen touch. Dat je denkt van, ja, dan heb je er toch een beetje je eigen draaide aan gegeven. Nou, dit wordt gewoon helemaal een leuk tafereeltje. En daarvoor hadden we dan ons hekje. Daar komt straks nog sneeuw bij. Dan hadden we onze uitgeknipte sneeuwpopjes. En ik wil die ervoor zetten. Komen die sneeuwpopjes daar weer voor? Ik denk dat ik deze dan daar nog voorleg. En dan komt daar allemaal sneeuw onder. Ik had net die boom nog. Dan ga ik even kijken als we die... Ja, hij zou erbij kunnen. Maar of ik dat nou... We gaan eens even kijken. Ik ga hem even snel een beetje ruw uitknippen. Als het toch leuk is, knip ik hem wel iets gedetailleerder uit. Maar dan zijn we iets meer tijd kwijt. En stel je voor, staat het helemaal niet leuk, dan ga ik niet al die tijd eraan besteden. Even kijken of het leuk is om er een boom in die kleur achter te doen. Nou, ik vind het niet heel veel meerwaarde. Dat gaan we niet doen. Dan kwam hier... Waar is die sneeuwpop? Die komt daar en daar komt ook weer een beetje sneeuw onder. En dan moet ik er nog één hebben. Hier heb ik er nog één. Die staat daar en daar had ik ook zo'n leuk hekje nog bij. Waar is het hekje gebleven? Ik had nog wel een boompje. Die is misschien wel leuk. Of zo'n wegwijzertje had ik. Nou, op dat wegwijzertje kun je dan ook nog wat sneeuw gaan maken. Dat is natuurlijk altijd leuk. Dan ga ik zo even kijken of ik ergens anders nog wat leuke kleine kerstballetjes heb die we dan op de grond kunnen neerleggen. Of een klein cadeautje. Die vind ik niet zo heel erg leuk erbij. Waar had ik mijn wegwijzertje zo snel neergelegd? Zit hier ook niet tussen, geloof ik. Nou, dat heeft Janine weer heel snel... Oh, hier onder de maskstencil. Nee, die boom die doen we niet. Deze kwam daar. Dan kwam die sneeuwpop daar nog een beetje zo voor. En dan ga ik even kijken... In mijn mapje of ik wat kerstballetjes kan vinden. Even kijken. Ik heb nog wel wat rode besjes. Dat is misschien wel leuk. En even kijken. Of daar nog wat... Kerstballetjes. Volgens mij heb ik niet heel veel kerstballetjes. Die zouden misschien nog kunnen.
Even kijken, daar zitten ook geen kerstballen en ik heb ook geen zin om ze nu verder te gaan zoeken. Nee, dat is allemaal herfst. Nou, dan doen we het gewoon zonder kerstballen op de grond. Hoeft ook niet per se. Ik vind een paar van die rode besjes wel leuk om die rode kleur nog weer terug te laten komen. Nou, dan komt er straks nog een strik op. Aan dat strik kunnen dan nog misschien leuke kerstklokjes gaan hangen. En dan doen we er niet zoveel meer op. Ja, sneeuwbolletjes wil ik er nog op gaan doen. Kijk, die kunnen dan nog weer een beetje daarachter zo voor de kleur. Dat vind ik dan wel weer leuk. Om toch dat rode wat in die mutsjes zit, om dat weer een beetje terug te laten komen. Nou, voorheen deed ik altijd met witte randjes eromheen knippen. Bij dit vind ik het leuker om die witte randjes er gewoon af te halen. Sinds dat ik met dat Maremis bezig ben, doe ik veel meer ja, toch de dingen eraf halen. Kijk, we kunnen ook daar een paar belletjes zo naar beneden laten hangen. Dus ook daarbij ga ik eventjes het witte randje weer wegknippen. Nou, jullie moeten maar gewoon even geduld hebben totdat ik alles weer geknipt heb. Zo heel lang duurt dat in ieder geval wel mee. Die moet toch ietsjes kleiner. Nou, ik gebruik elke keer verschillende scharen. De ene schaar ja, is maar net welke ik binnen handbereik heb liggen. Ik heb gewoon 20.000 scharen ongeveer. De ene keer gebruik ik die, de andere keer gebruik ik die. Ik moet wel zeggen dat ik die kleine snipschaartjes wel vaak het fijnste vind. Kijk, deze gaan we daar hangen. Dat vind ik wel heel erg leuk. Dan gaan we daar straks nog even wat witte accentjes weer in maken. Bij die ga ik verder niet wat doen. Ik ga deze alvast opplakken. Nou, die had ik dus al van tevoren even in elkaar geplakt. Op die wegwijzertjes kan je eventueel nog een tekstje maken als je dat wil. Met hele kleine tekststickertjes. We gaan deze even opplakken. Sneeuwpopje komt daar dan een beetje zo voor. Zorgen dat die handjes wel binnenboord blijven. Daar komen die rode besjes nog weer achter. Even kijken, ik denk dat ik die kleinere besjes doe. En dan een beetje groen er nog bij. Dat stoppen we daar weer achter. Dan komt deze hier. Dan doen we bij deze ook gewoon een beetje van die balletjes erachter. Het komt dan aan die kant. En dan gaan we deze even opplakken. Gaan straks met een witte pen nog even wat accentjes weer erop aanbrengen. Snowpen erbij of sneeuwpasta, weet je. Er zijn zoveel verschillende soorten en producten waarmee je sneeuw kan maken. Dus kijk ook gewoon wat jij in huis hebt. Ik gebruik heel vaak de snowpen van Studio Light. Maar ze zijn er ook van Crafty Motions. Van, je hebt sneeuw in een potje. Van alles. Die komt daar. Dan kwam dit bakje hiervoor.
Ik denk dat ik hier toch ook nog een paar van die rode besjes bij ga doen. Deze kwam hiernaast. Gaan we toch nog even wat besjes erbij pakken. Dan moet het strikje er zo meteen nog aandoen. En dan gaan we voor het strikje eens even kijken of we daar ook nog leuke witte belletjes of iets dergelijks voor kunnen vinden. Of dat we er een kerstbloemetje in gaan doen, zo'n poinsettia. Maar dan moet ik hem eerst even stansen. Dat heb ik nog niet gedaan. Hey Olly! Zo, daar komen wat besjes. Daar komt zometeen nog een beetje sneeuw op. Ik heb een leuk blauw touwtje. En dat is dat organza lint in een blauwe kleur. Krekkel organza, sorry. Ik heb zilverkleurig tulle. Dat komt daar bovenop. Dan heb ik uit de JMA-collectie nog wat blauw touw. En ik denk dat dat wel heel erg leuk erbij is. Of de lichtblauwe. Ik doe de lichtblauwe. Even kijken. Ondertussen gaat mijn beeld weer... Een beetje kleur. Deze ga ik hier doen. Even kijken, dit ga ik gewoon alvast even zo opplakken. Ja, ondertussen, ik zit even een klein beetje... met mijn oog de andere kant op te kijken. Want Olly die heeft een vlieg ontdekt waar die achteraan gaat. En hij is een klein beetje... dat hij op dingen springt wat niet helemaal de bedoeling is. Dat hij me niet alles ondertussen afbreekt, zeg maar. Maar volgens mij gaat het redelijk goed. Nou, hier komt dan denk ik nog even een leuk kerstbloemetje op. Ik denk haast een witte. En daar ga ik zo meteen nog even een kerstbelletje achter plakken. Ik ga even nog een beetje sneeuw eronder aan maken. Even kijken. Daarvoor pakken wij de snowpan. Ja, ik zit nu niet helemaal op mijn gemak hier, nu dat poezebeest daar zo bezig is. Maar goed, komt goed. Ik ga de snowpan even proberen te activeren. En ik vind het ook altijd wel leuk om dat gewoon lekker een beetje zo met mijn vinger weer uit te smeren. Je kan hier eventueel ook nog weer glitters overheen doen. Nou, onder de sneeuwpopjes komt ook glitter. Sneeuw. Deze is bijna leeg, dus ik moet even wat harder knijpen. Dan heb je gewoon niet van dat hele, hoe zal ik het zeggen, nep sneeuw. Maar dan zit het gewoon net ietsjes... iets platter weer op je kaart. Je kan er ook heel leuk glitters gelijk weer in strooien. Is ook leuk. Zo valt dit hier ook weer een beetje in de sneeuw. Nou, op onze hekjes is natuurlijk ook sneeuw gevallen.
Dus daar bovenaan op het hekje zit een beetje sneeuw. Daar zit een beetje sneeuw. Bovenop zit sneeuw. Op de bomen kunnen we straks nog sneeuw maken. Ook bij deze even een beetje sneeuw er onderaan pleuren. Eventueel is het ook leuk die glassplintertjes hierop te doen. Oh, jullie zien het wel. Mijn handen zijn straks wel weer aan een poetsbeurt toe. Eigenlijk even de haren uitwassen. Want als je de haren uitwast en de shampoo, zeg maar, daar krijg je eigenlijk bijna alles weer mee schoon. Ik vind dat ideaal. Zo, daar een beetje sneeuw. Daar bovenop. Dan gaan we zo een beetje sneeuwbolletjes er nog bij pakken. En misschien een paar kleine plakpareltjes. En dan denk ik dat we verder ook niet moeten doen. Even mijn handen schoonmaken. Ik heb sneeuw gedaan, glitterdrops. Ja, je kan ook glitterdrops inderdaad erop doen. En wat ik zelf ook wel leuk vind is die ijskristalletjes. Even kijken, die heb ik hier wel. Viva ijskristal. Ga ik even deze dichtmaken. Even een bakje eronder doen waar ik mijn ijskristalletjes weer in kan strooien. Ja, mijn sneeuw is nu nog nat. Hiermee moet je wel even oppassen, want dit zijn dus echt glasplintertjes. Het kan dus heel erg zeer doen als je die in je vingers krijgt. Dus wees daar wel voorzichtig mee. Nou, als je het gewoon zo netjes eroverheen strooit, kijk, zie je, dan krijg je van die hele leuke ijskristalletjes erin. Nou, we moeten natuurlijk nog even een finishing touch doen met een witte pen. Die hebben we ook nog. Nou, die witte pen kan je natuurlijk ook de accenten mee op je ding maken. Ik doe het vaak ook bij die sneeuwpopjes. Nog even her en der wat kleine accentjes aanbrengen. Op die besjes nog even. Sneeuwpopje wat accenten. Ondertussen wat olie weer wat rustiger, dat is wel fijn. Kan ik nog even dit relaxed afmaken. Ja, weet je, dan zit je toch niet lekker. Maar hij sprong op de tafel en op de puzzelmat. En ja, je weet het maar nooit. Voordat alles straks tegen de vlakte gaat. Ja, ook bij deze her en der even wat accentjes. Je kan ook eventueel leuke glitters nog weer op die sneeuwpopjes maken. Ja, weet je, alles is mogelijk. Ik doe vaak ook nog met een zwarte pen. Een paar kleine highlights langs de zijkant. Dus een soort, ja, hoe zal ik het zeggen? Een doodle-randje. Niet te veel. Moet bij deze natuurlijk ook nog even wat kleine accentjes maken. Ik zal zo eens even kijken of ik nog een belletje in de buurt heb. Een klokje. Waar ik het aan kan hangen. En een, misschien een leuke kerstbloem. Wat vinden jullie? Zouden nog plakparels erop moeten of niet? Denk het niet, hè? Ik denk dat dat te veel gaat worden. Even kijken. Een wit belletje. Ik ga zo even kijken hoe groot de mal is.
belletjes. Jullie horen het al klingelen, dus ik heb er wat gevonden. Kijk, ik heb of klokjes of belletjes. En even kijken. Die poinsettia die ga ik nog wel even maken. Het is een beetje het idee van dit. En dan ga ik die belletjes, die klokjes, die ga ik daar onderaan hangen. Of ik doe alleen een leuke parelbret hierin. Dat kan ik ook doen. Leuke witte parelbret hierin. En dan deze eraan. Ik ga er verder ook geen gestanste takjes of dergelijke bij doen. Deze kaart, ik vind hem op zich... Af. Even kijken. Oh, sneeuwbolletjes had ik gedaan. Hij is 18 centimeter hoog. En als je hem dus dubbel gaat vouwen. Ik doe het eventjes op deze manier. Omdat ik anders mijn sneeuw straks helemaal plet. Hij is 14 centimeter breed. Dus je kan er ook gewoon zo een dubbele kaart van maken van 14 centimeter. Maar ik laat hem dus zo staan dat je gewoon een soort verhaaltje krijgt. Je kan ook zeggen ik doe hem een beetje op deze manier dat een soort doorkijkje wordt. Dat kan ook. Sneeuwbolletjes. De papier komt uit de kit van knippen en plakken met Jaap. En dat papier is in een setje verkrijgbaar of gewoon los verkrijgbaar. Daar komen wat sneeuwbolletjes. Daar komen wat sneeuwbolletjes. Daar gaan er wat komen. Ik doe er gewoon even een beetje lijm onder. Dan pak ik even... een pincetje erbij. En dan zoek ik even op waar ik die sneeuwbolletjes had willen doen. En dan duw ik die daarop. Daar komen er wat. Nou, die sneeuwbolletjes zijn in verschillende groottes. Dus dat ziet er ook altijd wel weer leuk uit. Dan kan je ook eventueel nog weer leuk wat glittertjes overheen doen als jij dat leuk vindt. Je kan ze ook met je lijmpistool opplakken. Dat doe ik normaal heel vaak. Maar dan heb je wel kans dat je je vingers gaat branden. Dat zou niet de eerste keer bij mij zijn. Nou, daar hebben we er gelijk 3 te pakken. Nou... dan wil ik deze ook wat dichter naar elkaar toe. Ja, dat is toch leuk. Dan komen er her en der nog wat losse. Hier komt er 1. Daar komt er 1. En daar komt er 1. Dan is het weer net iets speelser dat er niet overal per se 3 zitten. Maar ook gewoon zo. Nou, dan ga ik dus alleen nog even wat belletjes eraan doen. En verder laad ik deze kaart zo. Ik ben er zelf wel heel blij mee. Gewoon een keer weer totaal wat anders. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Creatie komt zo snel mogelijk nog in de groep te staan. Ik ga nog even de laatste finishing touch doen. Jullie allemaal weer heel hartelijk bedankt voor het meekijken. En heel graag tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!